Yo kijkers van Watchjacker, welkom bij deze nieuwe aflevering van Lord of the Rings Let's Build. En zoals jullie in de vorige aflevering hebben gezien, zijn we voornamelijk bezig geweest met deze kant van de muur en met de poort. Maar vandaag zijn we er weer met Dennis en gaan wij met dit stuk van de muur bezig. En dat wordt lekker gerandomized. Ziet er goed uit, jongen. Thanks. Oh, looking fancy, son. En ik was hierboven al ietsjes bezig met de kantelen, maar dat gaan we uiteindelijk ook nog een beetje randomizen. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie dit een beetje nog een leuke serie vinden. We blijven natuurlijk gewoon druk bezig met bouwen en... Glowstone Ore. Wat? Glowstone Ore? Ja, ik zie het in één keer tussen staan. Waar? Ik zet hem wel eens neer. Hier. Glowstone Ore, Middle-earth. Holy shit. Oh, dat heb je natuurlijk bij... Dat kan wel. Nou, ik was aan het scrollen, want ik was aan het kijken van kunnen we anders nog een ander blokken misschien doorheen doen, maar dat is niet echt veel opties. Ja, dat hadden we toen ook al een beetje. Ja, daar zaten we toen ook al te kijken, maar dat het is niet echt iets wat je erbij kunt kleuren. Nee, dat is wel jammer, ja. Ja. Nou, het is niet anders. Ja, het komt wel goed, jongen. Komt wel goed. Zoals een collega bij mij op de trui heeft staan. Alles komt goed. In Twents is dat. Kan je Twents, hè? Of niet, hè? Nee, weet ik ook niet. Maar ik vind het helemaal mooi. Jij vindt het helemaal mooi. Ja, ik vind het helemaal mooi. Nou, ik vind in ieder geval Helm's Diep er ook wel aardig goed uitzien. Ja. Als je dan zo ziet, hoor. En dan de rest nog, hè? Ja. Isengard en al die andere zooi. Zijn we wel nemen de tijd voor. Ja. Ja, ik heb alle tijd. Ik heb nou vakantie. Wel iedere dag werken. Dat er wat doekoes op de rekening komen. Ja, anders kan je die bits niet betalen, hè? Anders kan ik de bits niet betalen, nee. Nee, maar moet benzine betalen ook van mijn scooter. Eén keer in de zoveel weken. Of eigenlijk één keer in de week gewoon eigenlijk. Hoeveel liter gaat dan een scooter eigenlijk? Wat nou mooi is, in het onderhoudsboekje, of in ieder geval in het boekje van die bij de scooter zat, staat 6 liter. 6 liter? Maar ja, 6 liter. En je gaat tanken, en hij zegt me dat hij dan misschien nog één streepje aangeeft. Maar als je gaat tanken, gooi je hem nooit meer vol dan 3 liter. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Net of er maar 3 liter tank in zit voor plaats van 6. Oh lol. Misschien dat je gewoon bent opgelegd, denk ik. Ja, nou, dan sta ik zo aan zijn deur, want dat scooterbedrijfje zit letterlijk bij ons op het industrieterrein achter. Zo. Ja. Heb ik je aangestoken, Leon? Ja, waarschijnlijk wel. Of iemand praat over mij achter mijn rug om. Weet je wel, dat gezegd, hè? Ja. Oké, ik ga ook een beetje helpen hier, want ik heb geen zin om met de kantelen verder te gaan. Ja, maar dat is iets wat je niet zo lang mee bezig bent op zich, hè? Ja, en het stook is hetzelfde. Nou, niet dat dit niet hetzelfde is, maar... Ja, dit is wel... Hier zit wel net wat meer verschil in. Ja, want hier ging je rennen met stenen werken, hè? Ja, en een beetje die boogjes erin houden. Ja, anders is het ook weer zo keil. Of we moeten... Ja, wacht. Nee, wacht. Ik ga het anders doen. Wil je eigenlijk wel die cobblestone fences doen, dan? Ik denk alleen maar... Denk ik niet dat je... Misschien op een stuk of zo een stuk tussenuit laat. Ja, weet niet. Ietsjes lager nog, denk ik. Zo. Ja, ja. Want het is ook natuurlijk niet het nieuwste fort meer. Nee, Helm's Diep heeft ook al veel geleden. Ja. Voor al die vervelende vogels die de hele tijd op de kantelen zitten en naar beneden schijten, waardoor al die stenen kapot roesten. Roesten? Nou, roesten niet, maar gewoon verslijten door de stront, weet je wel. Er zit een zuur ding in en dat tast het steen. Zuur ding. Nou, dat is serieus zo, hè. Dat, het brandt er zo doorheen. Het is net chemisch afval. Want dan krijgen ze, daar vreten ze volgens mij ook chemisch afval. Ja, die durven wel, al die patat die ze van de vloer halen. In Amsterdam, weet je wel. Ja, bij de Efteling ook, jongen. Oh, daar komen ze als gek op afvliegen. En dan denk ik een hele groep. En dan ben je de lul. Ik had een keer zo'n filmpje gezien. Daar hadden ze van die laxeermiddelen. Hadden ze van die patatjes gedaan. Daar hadden ze op het strand gedaan. En al die meeuwpoepen natuurlijk. Iedereen onder die stront. Oh. Echt ranzig. Ah, ik heb wel eens gehoord. Dat was iemand die was uit het strand. Er vloog een vogel over. Wat denk je wat er gebeurt? Die had echt recht boven op zijn hoofd gescheten.
Dan voel je echt kut. En dan denk je van, als het nou voor de deur is, voordat je eigenlijk weg moet gewoon, dus je wil net de auto instappen of zo. En dan schijt er nog zo'n vogel op je, dan denk je van ja, ik kan nou nog naar huis toe, weet je. Maar als je dan echt gewoon op je werk bent en je wil eventjes een... Nee, maar hij was op het strand en in één keer, ja, toen kwam een bombardement en toen zat hij onder de strand. Ja. Hashtag mijn broertje. Holy shit, ik hoorde net een knal. Weet je wat het is? Wat? Het is mijn raam, die zet dan uit. Of die zet, nou, omdat het wat kouder is, dan zet die weer in. Ja, lol. Dat is raar. Ja, dat zijn gewoon fysieke, natuurlijke krachten. Leon, ik was het met de Force. De Force. Ja, we hadden een discussie, Dennis en ik en Lucas, over wat Bono toch ook. Ja, Bono. Over wat voor kracht we eventueel zouden kunnen krijgen, weet je wel. Dus ik weet natuurlijk één kracht die ik echt zou willen hebben. Ja, eigenlijk twee. Eén van de twee. Het liefst de eerste. De eerste die was gewoon goed. Die denkt, dat wil iedereen wel. Nou, dat is de allereerste kracht is de kracht dat alles wat je in je fantasie hebt, dat je dat zelf in een realiteit kan brengen. Bijvoorbeeld, ik zou nou denken aan een controller en opeens... Heb ik een controller in mijn hand? Wow. Leon, heb je krachten? Ja, ik heb krachten. Of, nou, een ander object. Laat me even denken. Een taak-auto, horloge. Taak-auto. Of een... Taak-auto. Of Pokémon Gold, weet je wel. Dat zijn mijn opties. Gewoon gratis, gewoon voor niets. Gewoon poef. Ja, ik haal het ook totaal niet van mijn camera of zo, hoor. Dat lag er al. Dat heb ik net uit mijn brein gehaald. Zo, weet je wel. Oh, uit je brein. Ja. Even kleppen. Juist. Oké, de meeste mensen denken over what the fuck, Leon. What the fuck, Leon? Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Zo ben je niet opgevoed. Ja, je bent fucking 19 jaar, speel nog Minecraft en je hebt niks beters te doen in je leven. Ja, eigenlijk wel, daar komt het op neer. Ja. En dit is Dennis. Hey, how are you doing, man? Ik kan nog een keer hierheen, dus ja. Dan kun je mijn gezellige stulp, mijn mooie stulpje hier zien. Ja. Waar ik heel mijn leven al zit en woon en slaap. Oh, nou, niet heel mijn leven. Den Bosch. Moet niet liegen. Een mooie provincie. Oh, Den Bosch, mooie stad achter. De waarde. De herde. Van de herde natuurlijk. Ja. Weet je, ik ben al ook bijna klaar met mijn stage en dan ben ik echt blij, want dan heb ik het eindelijk rustig. Ik moet wel heel veel werken daarna nog. Ja, maar ik werk nou ook, dus dat is geen probleem. Jee, ik moet gewoon even kijken of we een dagje vrij hebben. Ja. Door de weeks. Of dan nemen we gewoon allebei een dagje vrij. Ja, ik kan altijd vrij nemen. Als ik gewoon zeg van ja, ben die dag, dat kan ik niet, dan ga ik iets doen. Dan zeggen ze van oké, is goed. Ja, bij mij is het systeem van de leenbakker is niet zo. Het systeem van de leenbakker is meer zo van... Ja, je staat erop. Succes als je er niet bent. Doei. Nou, ik ben part-timer, hè? Geen full-timer. Ja, maar ik heb ook bijvoorbeeld een bijbaan. Maar ik heb een 13-uur contract vanaf zoveel juli. Julia. Maar ik zit eigenlijk ook in zo'n... Ik zit namelijk nog wel in het tweede jaar van MBO. En daar kunnen ze nog best wel lullig doen. Dus ik heb bijvoorbeeld nou... ik heb mijn eerste twee periodes dit jaar niet gehaald. Waardoor ik eigenlijk zou moeten blijven zitten. Maar ik heb mijn laatste twee periodes wel keihard doorgewerkt. Waardoor eigenlijk de kans nog wel in zit dat ik overga. Dus dat weet je nog niet eens. Nee, het is echt spannend. Maar ik doe altijd nog wel mijn best ervoor. Ik heb nou mijn stage, die heb ik al met 5 goedjes van de 10 of 12. Heb ik al behaald, dus dat is ook positief nieuws. Maar het is normaal even spannend eigenlijk. Huh? Oh, het ziet er al vet uit, ik moet maar eens van afstand kijken. Ja, oh, je moet het ook echt gewoon, als je dit gaat aanvallen, moet je denken van... Holy shit, dat is een muur, want je moet die brug op. Huh? Ja. Nou, we zijn een beetje al met die onderkant van die brug ook al begonnen, maar dat is gewoon echt een klote... Ja, dat gaan we ook niet in de tutorial doen. Nee, dat kost... Dat denken jullie van... Oh, ga je nog iets anders? Ja, dat denken ze precies. Gewoon dat gegaap, weet je wel. Gaan ze gewoon spontaan vergapen, weet je wel. Even kijken.
Ik ga eventjes hier vast beginnen met die toren. Want hier komt natuurlijk een toren. Het zit er niet in, in de echte Minas Tirith. Of Minas Tirith in de Helm's Deep. Jawel, zit hij. Ja, wel. Zit hij wel. Ja, maar dat is toch niet zo'n grote toren, of wel? Jawel, het zit eigenlijk... Eigenlijk is meer een uitsteeksel aan de zijkant en waar dan die, deur in zit. Die deur? Ja, de deur waarmee ze zeg maar, de muur op kunnen. Oh, die, ja. Kijk, dan moet hij er voor zeg maar, een soort uurtje moet hier in het midden zetten, dat hij dan een soort, ja... Hij moet in ieder geval wel nog op dezelfde hoogte zitten als de muur. Oké, dan gaan we dat maken. Maar ik ga het onderstel wel doen. Ja, is goed. Ja, je hebt het van onderstel zeker. Ja, en dan moeten ze zo nog een riviertje gaan maken natuurlijk. Ja, maar dat is allemaal later. Mm-hmm. Zo. Nou, ik ben wel even verder gegaan. Verder gegaan? Dennis? Lennart! Oh. Ja. Ik weet het woord niet. Ik dacht dat je weg was gevallen. Hoezo? Viel ik weg midden in mijn zin of zo? Ja, zei. Nee, ik zei van dat ik nou verder ben gegaan met die dingen waar jij aan begonnen was net. Oh, die kantelen. Ja, kantelen. Ik wist echt niet eens dat het zo heette. Ik wist. Ik moeilijk noem woord, hè? Ja, ja. Ik weet gewoon dat die dingen ervoor zijn dat de aardjes er een beetje achter kunnen schuilen, maar. Ja. Ah, ik ben overkomen, jongen. Je hebt me echt aangestoken. Ik heb een beetje snotterend door mijn headset heen gestuurd, zo. Nee. Ja. Dat is omhoog. Door middel van de stokcontact, helemaal bij mij thuis. Juist. Internet, hè? Internet. Wat kun je er nog meer mee? Erven. Ik heb internet geërfd. Dat kun je erfd. Oh, hier. Lucas is bezig met de groups. Nice. Mocht. Goed, hè? Oké, en dan hebben we... Oh, ik dacht al. Oh nee, maar hij was gemoved. Ik dacht, ben ik nou gemoved, joh? Nee. De LM, laat maar. Dan gaat hij sowieso vragen, LM vraagteken. Nou, ik ben ook niet altijd van de afkorting hoor, maar deze die ken ik toevallig. Ja, ik ken er ook niet. Soms heb je mensen die komen met van die afkortingen en dan zeggen ze iets en dan denk ik van, nu Nederlands graag. Oké, als ik zeg van IIG. IIG? Ja. Nee, die zou ik ook niet weten, IIG. In ieder geval. In ieder geval. Ja. Net als IDD weet ik wel, inderdaad. Maar die wordt heel vaak gezegd. Ja, dat klopt. En net als WTF, ja, what the fuck, die weet iedereen wel. Als je die niet weet, jongen, dan ben je wel heel slecht bezig. En GG, goed gedaan. Ja, of good game. Hoe? Goed gedaan, of GJ, good job. Good job, maar dat is gelijk in Engels. Ja. Ja, what the fuck ook, maar ja, doet het niet. Dat is een niet relevant onderwerp. Dat is niet van te zeggen. Oké, Dennis. Yeah. Ik ben nu ambtenaar geworden bij het, bij het gemeentelijk bestuur. Ja. Yeah. Stem nu, de Denminers. En zorg ervoor dat uw burgerlijke rechten worden beschermd. Geef mij een hele grote pot met goud. Maar ik hou vanavond van zilver. Heel veel zilver. Nee. Ik ben UFO-piloot van planet Erra. Ja. Ken je toch wel? Ja. Geniaal. Kabouter Wack. Die vent die zat echt zeker aan de drugs. Ja. Als hij niet stoned was, jongen, dan weet ik het ook niet meer. Sydney. Oh, ik vind die toren ook wel sick worden hoor. Als je zo kijkt, ik heb hier een beetje een open vlak gemaakt, want dat klopt een beetje met deze stukjes. Rendert die bij jou eigenlijk ook niet zo heel ver? Nee, maar ik heb gelukkig, als ik me omdraai, dan wordt die wel heel erg lekker. Maar vanaf hier valt er nog wel. Weet je, als ik dit zo zie, ik zie er nou een beetje, als je het onderstuk een beetje wegdenkt vanaf een bepaalde hoogte, lijkt het bijna de helm van de Witch King. Met die twee punten, zo die ogen, de bovenstuk horens en al. En dan dit ding in het midden, wat een grote kristalvormig ding in zijn mond. Rajna's Green Battle. Ik maakte hele gekke gebaren in de facecam. Maar dat heb je niet gezien. Oké. Nee? Oké, ik zie te veel. Oké, ik weet niet. Ik zag het niet. I see you. Oké, nu eventjes een decibel of 10 harder. Hoezo? I see you. Oh ja. I see you. Juist. Ja. Ja.
Of je doet gewoon would you follow me? One last time. Maar die kun je niet harder doen, want dan klinkt die niet meer. Ja, dan klinkt het net alsof er... Maar kijk, eigenlijk is Thorin dan wel een beetje een soort van verkrachter. Want hij heeft wel die verkrachter. Ja, hij zegt dat heel vaak, hè, dat hij dan zo heeft van bijvoorbeeld... One last time. Would you follow me? One last time. Maar je hebt ook van die momenten zo van... No, it is not. Dat hij dan steeds zachter gaat praten. Ja. Dat is het enige wat ik echt van hem na kan doen, want zo gewoon praten, dat is gewoon... Well, look, ja, Gandalf die is ook kloot om te doen, dat gaat allemaal net niet. Ja, heb je die, ken je Mikey Bolts? Nee. Die kan al die stemmetjes van Family Guy echt geweldig doen. Oh wow. Nou, ik kan er maar eentje. Nou, doe het. Dat is die oude vent. Weet doe, die het. Doe het. I know why you're talking about, Chris. I live near you in the Yusuf Heftus Towers episode. I have the time of my life. Wow. Nee? Oh. Ik vind hem wel in combinatie tot goed, maar ik kom er niet overheen. Maar dan... En we kennen toch wel die Star Wars aflevering, dat hij dan gaat zingen als Obi-Wan. Oh ja, die. dat liedje. Wauw. Wow. Die is gewoon zo geniaal. Het blijft in mijn hoofd zitten. Ik zit even te kijken, want we hebben al aardig wat gemaakt. En ik denk dat we in de volgende aflevering verder gaan. We hebben het onderste stuk van het hoofdfort hebben we af. Oh. Ik denk dat we in de volgende aflevering gaan we die muur maken, of niet? Ja, of we doen eerst het fort zelf en de muur als laatste. Ja, maar dan wordt het spectaculaire van het fort al te snel bekendgemaakt. Waardoor iedereen denkt van, dat muurtje dat is niet relevant meer. Oké, ik heb niks te zeggen. We gaan eerst een muurtje doen. Ja, we gaan eerst een muurtje doen, jongens. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vonden jullie het natuurlijk leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Kijk natuurlijk ook even op de kanalen van Dennis en van mij. Je hoeft Dennis' kanaal linkje niet meer in te typen. Daar heb ik hier onderaf voor je neergezet. Dus je hoeft alleen maar even te klikken. En laat natuurlijk even een comment achter van wat jij zou willen zien op de Lord of the Rings server. En dan zien we jullie graag in de volgende aflevering van de Lotter Let's Build serie. Ciao!